Opknapbeurt van 3 ton na defect. Scheepvaart ligt stil en bijna geen autoverkeer. Reparatie 2 keer zo duur. Het kan je niet zijn ontgaan. Alle ophef over de brug achter mij. In 2013 werd die geplaatst en het is het werk van Eindhovense kunstenaar en architect John Kurmerling. Het duurde niet lang voordat de eerste klachten over de brug naar buiten kwamen. Dat begon in 2018. Toen werden er lekkages gevonden. 3 jaar later brak het draaimechanisme van de brug af, waardoor pleziervaart niet meer onder de brug door kon. Later bleek ook nog eens dat het metaal niet genoeg ruimte had om uit te zetten. Als het warm wordt, zet metaal uit en als het koeler wordt, dan krimpt het. Kortom, de brug leek wel vervloekt. Een hele nieuwe brug plaatsen bleek duurder dan de reparaties, namelijk 900.000 euro. Zoals je ziet wordt er hard gewerkt aan de brug. Tijdens de reparatie bleek het eerder genoemde bedrag iets ongelukkiger uit te vallen. De reparatie heeft de gemeente bijna 1 miljoen euro gekost. Genoeg kommer en kwel voor nu. De brug gaat deze week open en hopelijk blijven de klachten deze keer ook uit.